Erik. Het heeft lange tijd 0-0 gestaan. Uiteindelijk wordt het 0-2. Is dat, denk je, terecht of is het een geflatteerde uitslag? Ja, wat denk je zelf? Nee, het is volledig geflatteerd. Het is onvoorstelbaar dat je 2-0 verliest, dat je geen goals maakt. Ik denk als je telt, ik denk dat we 30 keer op goal hebben geschoten. Dus het is, ja, hun keeper is de held van de wedstrijd. Ja, ik sta hier met ongeloof. Ja. Ja, volgens mij terechte omschrijving, veel kansen gehad inderdaad. Wel een goede wedstrijd gespeeld. Wat ga je de jongens zometeen zeggen? Ja, trots is een flow woord, maar we hebben gewoon topniveau gehaald. We hebben echt een topniveau gehaald. Ze hebben alles uit de kast gehaald. We hebben goed gespeeld, goed verdedigd. Messcherp geweest, alle tweede ballen waren voor ons. Meer kan ik niet vast vragen. We hebben het afgesproken, geef alles. En geniet van elkaar. Nou, dat hebben we gedaan. En dit publiek had gewoon veel meer goals verdiend. Ik denk ook dat trots inderdaad een terecht woord is. En volgens mij, nou, dit goede gevoel moet je denk ik ook meenemen richting de competitie. En ook de wedstrijden die jullie daarvoor hebben gespeeld. Ja, kijk, de competitie is weer een competitie op zich. En dit zijn ook wedstrijden op zich. Hè. Maar het is wel helder dat wij dit kunnen brengen. Ja, het is gewoon echt klasse. We hebben echt een geweldig goed niveau gehaald vandaag. En ik vind het gewoon echt jammer voor de jongens dat we niet meer goals hebben gemaakt. Dankjewel, goed gevoetbald. Dankjewel.